Een paar honderdduizend burgerhulpverleners hebben we in Nederland. In Gelderland is 30% van die vrijwilligers niet oproepbaar, omdat ze geen opfriscursus hebben gedaan. Steeds meer jongeren kiezen voor een middelbare beroepsopleiding. Ze maken grote kans op werk tegen een goed salaris. Ik ben wel benieuwd naar hoeveel ik later ga verdienen met dit eigenlijk. En van algemeen directeur van betaald voetbalclub De Graafschap tot burgemeester van de gemeente Buren. Ik ben ongelooflijk blij met de deur die open gaat naar het burgemeesterschap van de gemeente Buren. Goedenavond. In heel Nederland zijn er zo'n 270.000 burgerhulpverleners die opgeroepen kunnen worden om te helpen bij een reanimatie. Maar ze moeten wel elk jaar een opfriscursus volgen om actief te kunnen blijven. En dat gebeurt steeds minder. En daarom is in Gelderland momenteel 30% van de vrijwilligers niet oproepbaar. Druk harder. We gaan ervoor, hè? Goede hartmassage. Ik maak me altijd zorgen, want het is nooit genoeg. Het is nooit genoeg. Je weet het pas achteraf of er genoeg is, maar het zou vervelend zijn dat er daar iets met iemand gebeurt en er is niemand beschikbaar. 12 burgerhulpverleners volgen vanavond de opfriscursus reanimatie in het ontmoetingscentrum in Doornenburg. Elk jaar leidt de Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe er zo'n 700 op. Want voldoende burgerhulpverleners die kunnen reanimeren is erg belangrijk. Hoe langer het duurt, en ja, na 6 minuten wordt het al spannend, hoe langer het duurt, hoe minder je kansen zijn. Dus daarom is juist hulp van iemand in je buurt heel belangrijk. In Gelderland heeft 30% geen opfriscursus gedaan. Als oorzaak wordt onder andere de coronacrisis genoemd, waardoor het moeilijker was om een cursus te volgen. Maar het opfrissen is erg belangrijk. Na 3 maanden zien we gewoon dat de grootste kennis weg is gezakt. Dus na een jaar is het vaak al een uitdaging, maar inderdaad, daarna is het toch maar de vraag of het gaat zoals het moet gaan. De cursisten in Doornenburg vinden het een slechte situatie dat 30% van burgerhulpverleners in Nederland hun opfriscursus hebben laten schieten. Slecht, zeer slecht. Op tijd doen en het is altijd berengezellig hier. Er wordt al jaren keihard aan gewerkt en inmiddels lijkt het erop dat het vruchten afwerpt. Meer jongeren kiezen voor de techniek. Gemiddeld blijkt uit de meest recente onderwijscijfers dat er maar liefst 10% meer VMBO'ers gaan voor een technische opleiding. En dat merken ze bijvoorbeeld ook heel goed op VMBO Pantarijn in Wageningen. Jarenlang was het motto vooral hard doorleren op een HBO of universiteit. Maar nu niet meer. Want technisch opgeleide mensen verdienen al snel meer dan een gemiddelde HBO'er. En er is genoeg te doen. Ja, zoals met de draaibank, met de scooter, lassen. Ik kan voor concentratie toepassen. En ik, lassen, ja, je verdient er veel geld mee later. En dan, ik ben wel benieuwd naar hoeveel ik later ga verdienen met dit eigenlijk. Het is een noodzakelijke keuze, want er zijn meer mensen in de techniek nodig. Maar wat jongeren tegenwoordig willen worden, dat verschilt nogal. De ene vindt techniek achter een computer ontzettend interessant. Die vindt, want dat hoort het inmiddels ook bij, dus die vindt een technisch tekenen achter een computer interessant. Een andere die wil nog graag vieze handen maken, dus die wil liefst onder de auto kruipen en vet aan de handen hebben. Het is gewoon een mooi vak, mooi werk. Ja, je kan er alles mee. Ik wil zelf automonteur, lijkt me helemaal geweldig. Dus. Het is nogal een opmerkelijke carrière-switch. Algemeen directeur Hans-Martijn Ostendorp van De Graafschap wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Buren. Ostendorp is gisteravond officieel voorgedragen door de gemeenteraad van de Betuwse gemeente. De heer Ostendorp is volgens de gemeenteraad de beste burgemeester voor de gemeente Buren. Ik ben ongelooflijk blij met de deur die open gaat naar het burgemeesterschap van de gemeente Buren. Alhoewel Ostendorp nog officieel benoemd moet worden door de koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is dat eigenlijk niets meer dan een formaliteit. In 2017 begon hij bij de Graafschap in Doetinchem. Hij zei toen dat het zijn absolute droombaan was. Maar na 6 jaar houdt Ostendorp het nu voor gezien. Hij laat de voetbalclub achter met geldzorgen. We moeten niet vergeten, hadden we een negatief saldo. Het jaar daarvoor hadden we een fors positief saldo. Dus grosso modo blijft deze club gezond achter. En nog een ronde verder de beker en we zijn er weer. De algemeen directeur van de Graafschap was eerder al wethouder in Aalten en burgemeester in de Utrechtse gemeente Bunnik. Dus hij weet wat hem te wachten staat. Maar wat vinden de inwoners van de gemeente Buren van zijn benoeming?
Mijn eerste gedachte was, ik geef mijn schoonzoon een appen. Onbekend, leuk. Nou, ik hoor het net, dus ik vind het verrassend. Ja, ik ken haar niet, dus ik heb geen idee wat het nieuwe beleid gaat worden. Aan de naamsbekendheid van de nieuwe burgemeester van Buren moet dus nog wat gewerkt worden. Maar het transfernieuws heeft voetbalclub FC Lienden al wel bereikt. Ik kreeg vanochtend, het was wel grappig, van een van de raadsleden een berichtje van ik zal ze krijgen bij de graafschap. Jullie hebben destijds Youssef El Djebli weggehaald bij FC Lienden. Dan halen wij nu de directeur terug naar Lienden. En ja, die directeur wordt burgemeester van de gemeente Buren. Het is de bedoeling dat Hans-Martijn Ossendorp op 10 maart wordt geïnstalleerd als burgemeester van Buren. Straks in deze uitzending, ze hebben maar weinig vorst nodig in Winterswijk. Na een paar graden onder nul is de volgende ochtend de natuurijsbaan alweer open. Het was heerlijk en onverwachts, ja. Morgen en overmorgen wordt gestaakt in het openbaar streekvervoer. Buschauffeurs, machinisten en conducteurs leggen het werk neer voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbonden en werkgevers hebben afgelopen tijd overlegd over de CAO, maar ze zijn niet tot een akkoord gekomen. Hoeveel treinen en bussen aankomende dagen stil zullen staan, dat is volgens de werkgevers moeilijk te zeggen. Het CNV heeft niet direct gezegd mee te doen aan de stakingen, terwijl vakbond VVMC zegt dat de actiebereidheid ontzettend groot is. Een politiewagen is gisteravond door een auto geramd nadat de politie de auto wilde controleren. Dat gebeurde in Zevenaar. De politie zette de achtervolging in en heeft één persoon kunnen aanhouden. Een tweede persoon was gisteravond nog voortvluchtig. Beide politieagenten die in de geramde auto zaten zijn met de schrik vrijgekomen. En een vrachtwagen met schroot is vanochtend gekanteld op de rotonde van de Meent met het Padland in Epe. De chauffeur raakte daarbij gewond. Hij moest via de voorruit van zijn wagen worden bevrijd uit de cabine. De lading van de vrachtwagen kwam op de weg en het naastgelegen fietspad terecht. Hoe het kon dat het voertuig omviel, dat is niet bekend. Bewoners van het Arnhemse Spijkerkwartier zijn boos op de gemeente. Zo'n 10 jaar geleden werd besloten in het voormalige HBS-gebouw in de Schoolstraat ruim 70 studentenwoningen toe te staan. Tijdelijk. Maar tijdelijk werd permanent. En dat schiet hen in het verkeerde keelgat. Een rechtszaak diende vanmorgen. Om de overlast te beperken investeerde de eigenaar al fors in geluidswerende maatregelen en is er vrijwel altijd een huismeester die toezicht houdt. Maar wel een hele belangrijke ingreep is denk ik ook uiteindelijk gaan monitoren van waar komt de overlast nou daadwerkelijk vandaan. Dus we hebben een groepsapp aangemaakt met een aantal bewoners die hier vandaag ook aanwezig waren. De bewoners erkennen die verbetering, maar toch kan de wijk de druk volgens hen niet aan. Er is eigenlijk een onbalans gekomen. In die straat 71 kamerbewoners, dat tref je nergens op zo'n kleine straat elders in de wijk. Het is ook geen proces tegen de gebruiker. Het is een zaak tegen de gemeente dat zij ons niet juist hebben behandeld. De gemeente wil niet op de zaak reageren. We hebben een jurist vandaag tijdens de rechtszaak uit horen leggen dat er eigenlijk geen juridische gronden zouden zijn om het hele plan te weigeren. Als we goed naar de bewoners luisteren, zeggen die eigenlijk, dit is niet hoe je met ons omgaat. Wat tijdelijk zou zijn, wordt in één keer vast en dat eigenlijk zonder goed overleg. Maar ook daar wil de gemeente nu dus niet op ingaan. Het uitgangspunt is niet zo van dat wij de gemeente wantrouwen, maar precies wat je zegt, kom je beloftes na en wees open en transparant daarin. Over 6 weken volgt de uitspraak. Dan wordt duidelijk of de vergunning die kamerverhuur mogelijk maakt behouden blijft of niet. De kinderburgemeester van Renkum werd gisteren uit de les gevist door de politie. Niet omdat de 12-jarige Tom Erens iets had gedaan wat niet mocht, maar gewoon omdat hij een dagje mocht meelopen. Wie is Tom? Nee, ik. Ben jij Tom? Ja, er is maar één echt Tom. Ja. Ik ben Michiel. Ik ben Tom. En volgens mij ben jij de kinderburgemeester. Ja. Ja, dat vind ik wel gaaf. Mijn voorstel is dat wij vanmiddag samen op pad gaan. Moet ik eerst allemaal drugs uit mijn tas halen? Wat moet je uit je tas halen? Drugs. Je drugs, ja, die zou ik hier laten. Ja, dat is een goed idee. Nou, boeven gaan achterin. Nee, je bent geen boef, dus je mag naast me. Teamchef Michiel Herink kreeg meteen een spervuur van vragen over zich heen. Hij vond het interessant om te ontdekken hoe kinderen naar de politie kijken. Allemaal mooie vragen over hoe dingen werken en waarom we dingen wel en niet doen. Wat we wel en niet mogen en wat er nou zometeen zou gebeuren als we in de auto zitten met Tom. En er gebeurt iets en volgens mij gaan er nog heel veel vragen achteraan komen. Ja, maar stel je hebt nou heel honger, maar je krijgt pas over een paar uur eten. Ja, dan moet je even wachten. Maar dat geldt voor jou thuis ook. Jij hebt soms ook wel eens honger, dan moet je ook even wachten. Nee, dan pak ik al stiekem wat. Oh, ja, dat kan niet als je niks wilt. Nee.
Tom had zelf gevraagd of hij een dagje mee mocht met de politie. Want wat de politie allemaal doet, sluit volgens hem goed aan bij wat hij zelf wil bereiken. Wat het mij heel leerzaam lijkt en het lijkt me ook leuk. En ik wil dat iedereen gelijk is. En ik denk dat de politie dat ook wel wil. En straks krijgt u nog het weerbericht, maar dat we in een koude periode zitten, dat is wel duidelijk. Zo koud zelfs dat er vanochtend weer geschaatst werd op natuurijs in Winterswijk. Voor het eerst in 2023 konden de ijzers weer worden ondergebonden op natuurijs. En dat deden vele tientallen schaatsers. Tot grote vreugde van de ijsvereniging. Ik had nog niet zoveel verwacht, maar het zijn toch behoorlijk wat mensen. En er komen er ook nog steeds aanlopen. Maar wat wil je met dit weer ook? Met het zonnetje, prachtig ijs. Het was vannacht min 7 in Winterswijk en dat leverde 1 centimeter ijs op. De baan kon daardoor enkele uren in de ochtend open blijven. En dat was een cadeautje voor de schaatsliefhebbers. Nou, zeker helemaal op mijn verjaardag. Dus dat is, maakt het extra leuk. Vroeg, maar het was heerlijk en onverwachts, ja. Normaal moeten we hier naar Enschede om te kunnen schaatsen. En nu op 10 kilometer rijden kunnen we schaatsen. Dat is toch geweldig. Ja, wel vorst, maar geen regen vandaag. En toch bereikten de grote rivieren vandaag hun hoogste punt. Onder meer door de grote hoeveelheden regen die er de afgelopen tijd gevallen zijn. En dat was goed te zien in Tiel, waar de Waalkade voor een groot deel blank stond. En ook in Wageningen kon je dat zien. Daar stond de Rijn enorm hoog. Eens kijken wat voor weer we verder krijgen. Vanavond waait er een vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 5. En vanuit het westen trekken winterse buien over de provincie. Hierbij is kans op hagel, natte sneeuw en onweer. En hierdoor kan het even wit en glad worden. Eind van de nacht dan klaart het wat op. En dan is de kans op lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. De minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen dan is er een mix van zonnige momenten. En vooral in de middag weer een paar winterse buien. En met zon wordt het maximaal 5 graden. Tijdens een bui zakt het kwik enkele graden. En ook vrijdag dan is er kans op winterse buien. Het weekend verloopt droog met maxima van 2 of 3 graden en vorst in de nachten. En dit was het Gelders nieuws. In onze app en op de site leest u onder meer dat de meerderheid in de Gelderse Staten bereid is 10 miljoen euro extra uit te trekken voor de verbreding van de Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen. Het hele verhaal leest u op gld.nl. En ik wens u nog een fijne avond.